En we zijn bijna binnen, jongens. We zijn al binnen, nog niet in het gebouw binnen. We zijn nog niet binnen het gebouw, maar we zijn wel binnen het terrein. En we gaan naar onze plek en dan gaan we de Champions, de finale kijken. Ik heb super veel zin in. Ik hoop dat Europa wint. Welke teams gaat het? Dus Slice en Elephant. Goed zo. Klopt dat? Goed zo, Timo. Kan wel iets. Oké, we zijn binnen en wat een sfeertje, ouwe. Iedereen zit te juichen. Nummer 1 krijgt gewoon $800,000. Holy shit. Vet en we hebben straks een concert van Snoop Dogg. Zullen het zo zien. Ik vond het echt een enorme vette. Het was eindelijk, jongen. Toen ze uiteindelijk kampioen werden, was zo vet. Het is sowieso vet en zij zijn $800,000 rijker. Dat is heel veel. Snoop Dogg, kom maar op. Ja. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls. Wij zijn lekker aan het skateboarden, longboarden en lekker aan het chillen op de stad Santa Monica. Ja, ik wou heel graag met ons skateboarden. En ja, Timo is met nog iemand, is je gezellig eventjes aan het longboarden. Wij waren wel even genoeg van, want wij hebben best wel zin in wat drinken. Daar zie je onder andere de kust. Dit is echt zo mooi. Helemaal met die avondzon, ouwe. En dit is de laatste dag. Helaas de laatste dag, maar we genieten ervan. Volle teugen. Precies. Morgen vliegt Santina alweer naar Nederland. Ik ga door naar Seattle. Ik ben bang dat ik nu ga vallen. We gaan ervoor. Ja. Hup, Santino. Oh yeah. Echt een wild man. Donald Trump op me afgooien. Ik kon niet zo. Nou, hey, het was een goede gooi als hij raak was. Waarom heb je die muziek trouwens nog steeds op staan? Ben ik veel? Wat de fuck is dit voor muziek eigenlijk? Dit is het volgende nummer uit jouw stomme lijst. Oké, jongens, we moeten straks weer het hotel verlaten. Timo wordt over 20 minuten opgehaald door zijn oom. Die woont in Los Angeles namelijk. En daarna moet ik de vlucht pakken richting Seattle, waar ik helemaal alleen ga. Samen met de rol van Gamer. Ik heb wel ongelooflijk veel zin in. We zijn de Elgato wel helaas kwijtgeraakt. Maar gelukkig hebben we eentje gekregen van Santino. Shoutout naar Santino. Shoutout naar Ronald voor het kwijtraken van mijn Elgato. Hoe kostte die Elgato? Maar weet je wat is? Ik heb er gewoon aan gedacht om voor jou in Seattle een Elgato mee te nemen. Jij hebt mij niet eens zelf gecontacteerd, dus dat is heel slecht. Hier, vang deze. Die komt tegen mijn hoofd aan. Natuurlijk neem ik Donald Trump mee. Oké, maar Timo, dan we gaan ontbijten. We gaan ontbijten, man. We gaan ontbijten. Doei, hotelkamer. Ik ga er vandoor. Doei. Oh. Hallo. Timo wordt nu opgehaald. Ze zijn er al. Yay. We hebben wel nog lekker ontbeten. Familie in Amerika is leuk. Ja, wil ik ook wel. Doei, sukkel. Veel plezier in Seattle. Dankjewel, man. Ik denk dat we elkaar misschien nog tegen kunnen komen op Schiphol. Nee, want je hebt het nog later. Yo! Timo is weg. Het is meteen hier een stuk schoner. Verdomme Timo. Ik ben eventjes mijn koffer aan het inpakken. Ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Ik ga zo richting vliegveld en dan door naar Seattle. Ik ga LA zo missen. Met onze mooie uitzicht op het vliegveld. I'm ready. Laten we naar het vliegveld gaan. En toen stonden we in één keer op Seattle. Ik had net echt een hele beroerde vlucht. Maar het maakt niet uit. Ik ben erachter gekomen dat ik te lang ben hier in de Amerikaanse vliegtuigen. Ik had gewoon de Hobbit aangezet en tijdens de film was ik gewoon weer in slaap gevallen. Morgen gaan we naar Bungie toe. Check wat we hier hebben.
We komen aan en meteen de koffer. Ron heeft een koffertje ook. Seattle Airport is echt één grote donut. Nu moeten we eventjes naar het chauffeurtje toe van ons en die brengt ons naar het hotel. Kan ik een powernap nemen? Nou, de chauffeur heeft ons gevonden. Dan is het nu tijd om richting het hotel te gaan. En ik ben best wel benieuwd hoe Seattle eruit ziet. Dus er komen leuke sfeershirtjes aan. Ben je blij, Ron? Ik ben zo blij. Enthousiasme. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, cause I love a rainy night. Oké, ik ben in het hotel. Huppakee, nummertje 8. En nu moet ik op zoek naar mijn hotelkamer. Dat is 825. Ik ben wel echt kapot moe. Oh. Zo. Kom mee naar binnen. Oh, wauw. Dit vind ik zo mooi aan Seattle. Overal bomen. Alles wordt gevuld met natuur. En lees, vergeleken met dit zo lelijk. Even kijken hoe mijn kamer eruit ziet. Coole mensen hebben niet één bed. Maar twee bedden. Oh. Oh. Ik ga zo fucking goed slapen. Een mooie televisiescherm. Ja. Dat merk ik heel erg in LA. Volgens mij is elk hotel omgekocht door Starbucks. Volgens mij is dit een minibar. Hij heeft een sleutel nodig. En die sleutel heb ik natuurlijk. Oh, halleluja. Verder zie je een broodje. Ik ga straks editen. Want de vlogs moeten online komen. En ze zei dat er supersnel. En ze zei dat er supersnel internet was. Hoop ik tenminste. Want anders haal ik 3 dagen lang niet mijn video's. En Timo is ook in LA. Wat hebben we hier? Dat was niet zo heel speciaal. De badkamer. Oh wauw. Dit ziet er wel heel cool uit. Ik heb een bad. Maar hier pas ik niet in. Ik hou van deze stad. Alleen het is helaas niet zo warm als in LA. Dat vind ik wel weer jammer. Was het in een bende? Oké, dag 2 in Seattle. Het is vandaag een vrijdag. En ik ga straks met Ron en Yannick. Yannick is een PM manager. En wij gaan straks eventjes naar Seattle toe. Hij is. Dus Yannick is al. En wij moeten proberen te komen. Ik heb geen flauw idee. Het is allemaal. Ik spreek 2:30 met Ron af. Ik keek even de 5000 abonnee special van Wilbert. Cool, let's go. Ik ben in één keer in Seattle. En ik moet toegeven, dit is een totaal andere wereld dan Los Angeles. Ik ben woestijngebied gewend. Maar hier zijn overal natuur, bomen. Ik ben benieuwd wat ik kan verwachten. Ik neem jullie gezellig mee. Wij gaan nu straks iets heel tos doen. Nou, ik dan tenminste. Hij durft niet hoor. Hij durft niet. Fuck off. Wij gaan namelijk in een reuzenrad. En dan zie je echt heel Seattle. Maar holy shit jongens, check dit eens. Shit, dit is echt iets totaal anders dan denk ik Los Angeles. Maar toch mis ik toch wel een beetje dit zonnetje op mijn bakken. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar we worden achter een greenscreen gezet. Oh, ja. Oké, het is tijd voor een foto. 1, 2, 3. Een funny foto. Een funny foto? 2. Doe het even, jongens. Geen flauw idee wat ze daarvan gaan maken. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Seattle heeft één gebouw die echt super opvalt. Dat is namelijk een soort van rare naald. Ze noemen die ook wel de Space Needle. Daar gaan we straks natuurlijk waarschijnlijk ook wel eventjes naartoe. Blijkbaar volgens Ron is dit een aquarium waar je overal vissen boven je ziet zwemmen. Dat lijkt me ook best wel tof om een keertje te zien. Dit was echt freaking vet. Ik heb zoveel gezien van Seattle. En het is nog alleen maar het begin. Jullie zullen meer zien, jongens. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Oké, jongens, we zijn eindelijk bij de Needle. Shit, wat hoog. Dit is gewoon echt ziek hoor. Oké, jongens, wat we nu gaan doen, gaan jullie echt een what the fuck moment krijgen. Jullie zagen net een bus en daar gaan we straks in. Jullie denken zo van, dat is toch gewoon een normale bus? Nee, dat is een soort van bootbus. En ik ben benieuwd wat we daarmee zullen beleven. Zie, hier komt de volgende al. Het is dus een soort van boot in een bus. Oké, we hebben onze ticket binnen. Dus laat het eendavontuur maar beginnen. Ik ben echt benieuwd wat we kunnen verwachten. Wat de hel moet ik hiervan verwachten? Voordat we erin mogen, moeten we eerst op de foto. Heel spannend. We hebben de perfecte spot. We zitten namelijk helemaal vooraan. En one of these days he's gonna use that truck. Beetje. Go for it, man. It's like that. Oké, we zijn terug. En ik heb geen flauw idee wat ik hiervan moest vinden. Maar het was echt heel tof. Shout-out naar Yannick, jongen. Echt super bedankt voor deze tof. Ik vond het echt heel vet. Oké, dit was een leuk dagje. Ik vlog in mijn onderbroek. Heb ik altijd al willen doen. Dit was een leuk dagje. Morgen begint echt de grote dag. Dan ga ik naar de studio van Bungie om daar de nieuwe Destiny te spelen. Maar eerst ga ik in bad. En daarna lekker slapen. Tot morgen.
Oké jongens, ik ben nu in Bungie Studios. We gaan zo lekker ontbijten. En daarna krijg ik de mogelijkheid om de nieuwe update te spelen van Destiny. Ze hebben hier zelf gewoon fietsen. Hoe die, wat is dit nou weer? Hebben ze hier nou ook letterlijk gewoon arcade games? Je kunt hier blijkbaar poelen, ook leuk. Tafelvoetbal. Ik zit nu in mijn privéhokje, want ik ga zo Destiny spelen. We gaan eerst even de singleplayer spelen. Ik mag het opnemen. Ze hebben hier gewoon een speciale het game betaalbordje. Met 1A. Dat gaan we even fixen. Nou, laten we de game gaan spelen.